Wie van de vier? Dat is een vraag die de bondscoach voor 2 juni beantwoord zou moeten hebben. Eén van deze keepers mag namelijk niet mee naar Brazilië. Dit zijn Jasper Cillessen, Michel Vorm, Tim Krul en Jeroen Zoet. Sinds Van Gaal aan het roer staat zijn er 20 interlands gespeeld. En van de keepers die er nu bij zijn is Jasper Cillessen de koploper met 6 interlands. Hij is kampioen geworden met Ajax, Kenneth Vermeer voorbijgestreefd en de laatste wedstrijden was hij de eerste keus van Van Gaal. Michel Vorm heeft 5 keer onder de lat gestaan. Hij was op het WK in 2010 nog tweede keeper achter Stekelenburg en ook op het EK in 2012 was Vorm erbij. Tim Krul heeft onder Van Gaal 2 keer gekiept. Daarna sukkelde hij met wat blessures, maar is op tijd weer fit voor het WK. En jonke Jeroen Zoet wacht nog op zijn debuut. De PSV'er speelde vorig jaar een goed EK met Jong Oranje. En we weten allemaal dat de bondscoach graag met jonge spelers werkt. Ook in Portugal neemt keeperstrainer Frans Hoek de 4 mannen elke dag onder handen. En over iets minder dan 2 weken weten we wie er gaat afvallen. Hij zal ongetwijfeld meer weten, maar voor ons is het wachten tot 2 juni.